Celine en ik worden ouders voor 1 dag. Is dit ochtendgymnastiek? Oh. Dat je weer iets doet. Wat was dat? Dit is echt wel zo'n gezinsfoto. Oh my god. Oh. Oh, 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 oh. Je hebt wel een goede band met die kip, toch? Oh nee. Nee. Oh. Oh. Maar niet tegen die glazen, please. Oh, oh, oh. Oh ja, prachtig. Niet botsen! Gaan we wandelen, Trixie? Gaan we wandelen? Stouten. En natuurlijk willen ze ook snoepjes. Ella, stop! Goedemorgen iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Het is momenteel nog vroeg in de ochtend, want vandaag kan voor ons een lange dag worden. Want Celine en ik worden ouders voor 1 dag. Inderdaad, wordt wel spannend, wordt leuk, wordt vermoeiend. Hopelijk leren we ook iets bij. Ja, ik denk het wel, dat is altijd wel leuk. En er is ook een twist. Ja? Het zijn 2 meisjes, het is een tweeling. Hun ouders zijn heel blij dat wij vandaag op Anna en Ella gaan letten. Ze zijn wel allebei heel flink, maar ik denk dat soms wel ook kan botsen tussen die twee. Ja, dat kan wel. Zo typisch zussen, hè, toch? Het wordt sowieso een leerrijke dag. Momenteel liggen ze in bed, boven. En 1 ding is wel al zeker vandaag. We zijn goed voorbereid. Ja. Dit is de ontbijttafel. Kijk eens aan. Hey, dit is wel echt prachtig, hè? En zij hebben zelfs sinaasappelsap, fruitsap, chocomelk. Alles wat ze willen. Ja, lekker toch? Ja, ik denk dat ze op het ontbijt niks kunnen zeggen. Denk het ook niet. Als ze hier al boos worden tegen ons, dan is het persoonlijk. Dan mogen ze weer naar huis. Anna en Ella die liggen in deze kamer te slapen en hun mama heeft gezegd, als je ze wakker maakt, doe dat maar met veel lawaai en zo. Dat ze direct wakker zijn, dus niet zo lief van, oh, word maar wakker. Dus ik heb een confetti-kanon en ik hoop dat ze dan direct goedgezind zijn. Want het wordt een lange dag. Inderdaad. Oh, goedemorgen! Goedemorgen! Dat is wel een leuke knal. Ja, niet normaal. Mijn oren zijn aan het tintelen. Oh, hebben jullie goed geslapen? Ja. Oh, Anna is nog moe, denk ik. Oh. Dit is wel cute. Oh, die pantoffels zijn echt wel mooi hoor. Alright, we hebben een lekker ontbijt voor jullie. Hebben jullie hier zin in? Ja. Ja? Ja. Oké. Het eerste wat jullie mogen zeggen. Voor hoeveel likes gaan we op deze video? 15.000 likes. Oh, tweeling. En nog tegelijk. Ja, het is een tweeling. Ja, ze doen alles tegelijk. Oh. Mama Celine komt erbij. Ja. En het is meteen feest. Morgens eigenlijk eerst eten of tanden poetsen? Eten! Ja, dat is wel het meest logisch eigenlijk. Hè? Ja, klopt, maar er zijn mensen die het omgekeerd doen. Ja, maar ja, dat kan, maar ik snap dat niet zo goed, want dan zijn tanden weer wel, hè? Wat doen jullie eerst? Eerst eten of eerst jullie tanden poetsen? Laat het weten in de reacties. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, jij ziet er wel nog moe uit. Anna ziet er nog moe uit. Bij jou valt het goed mee. Maken jullie zelf jullie bed op of doet mama en papa dat? Mama en papa. Wij doen het wel. Oh, oh, oh. Wow. Een verschil tussen de tweeling. Eten! Oh, zo actief in de ochtend. Why. Het is wel nog een verschil. Wat is blauw en niet zwaar? Wat is blauw en niet zwaar? Lichtblauw. Oh no. Is het lichtblauw? Oh, ik dacht echt een smurf of zo. Ik was al te ver aan het denken. Ik ga natuurlijk ook genieten van de lekkere donuts. En hopelijk zit er niets in. Daar heb ik echt niet graag. Oh oh. Nee! Er zit weer choco in. Donuts. En Celine, die is wel het goede voorbeeld aan het tonen. Fruit. Eten jullie veel fruit? Ja. Bij Ella komt dat echt over van, ah, toch niet. Anna, was je lievelingsfruit? Ik heb minder dan Ella. Minder? Echt? Michiel, film even. Oké, ik moet filmen. Mama, ik filmen. Anna kan dus haar vingers kijken of zij zo doet, maar ik weet niet of ik dat kan. Oh, oké. Niet veel vingers. Nu ga ik hier. Auw! Dat was geen sound effect voor alle duidelijkheid. Ella zit hier gewoon haar tenen te kraken. Niet normaal. Dit is ochtend. Oh, ik begin te filmen en ze stopt ermee. Wie is het flinkste kindje? Is dit ochtendgymnastiek? Oh, prachtig. Kom maar terug binnen. Ik moet jullie wel proficiat wensen. Want jullie zijn voor 1 dag zusjes van de mooiste hond ter wereld, Trixie! Oh. Trixie! Je bent welkom. Oh, ja. Welkom lekje van Trixie. Oh, wat? Dat Trixie, je bent echt cute. Wat vind je van je nieuwe zusjes? Leuk, hé. Tijd om tanden te poetsen! Oh, tanden poetsen daarboven. Oh, sta je te dansen? Mooi hoor, prachtig. Ja, ik maak lekker veel fruit. Hè. Ja. Oh no, wat is dit weer? We wandelen naar boven in treintjesvorm. Kijk, iedereen is daar. Oh, ik moet echt hoog gaan. Oh, waar ben je? Oh, daar is... We zijn boven, tijd om de tanden te poetsen. Wat doen jullie zo 's ochtends? Hey, alsjeblieft, Ella, manieren. Ah, alsjeblieft. Strafpunten. Moeten we punten geven? Strafpunten ja, of zo? Dat is een goeie. Of zo oh, stickers werken of zo. Wacht, ik ben in beeld. Oh. Dat is awkward. Hallo, daar ben ik. Stickers! Stickers, ja. Ja. Ik heb een leuke challenge. Ik ben mijn klangenbossen vergeten. Dat is niet waar, want ik heb ze erin gestoken. Alleen is wel een prank, hè? Oh, rustig. Ja, oké. Ik heb een leuk idee. Wij gaan vandaag, op het einde van de dag, tegen de echte ouders zeggen wie het flinkste is geweest. Ja, en dat ben ik. Oeh, tot nu toe is het Anna. Oh, dit wordt chaos. Tandenborstel op de grond. Maar dat heeft Ella gedaan. Eeuw. Goed bezig, goed bezig. Wat is er eeuw? Wat gebeurt hier allemaal? Anna zegt dat en dat altijd vies doet. Hoezo vies? Die nu haar dop zal er nooit op. Ah, dat is wel een probleem. Hé! Hey! Ja, oké, de lens is vuil. Er hangt tandpasta aan de lens. Oké, mijn punten voor jou. Momenteel is het weer gelijkspel. Wat gaat er gebeuren? Weet dat het gelijkspel is nu, hè? Als je weer iets doet... Oh, wat was dat? Wat was dat? Ik heb... Oh, haar gezicht! Oh, no! Oké, Anna, jij bent weer het braafste kind. Tot nu toe. Hey. Stouten. Stinkt hier inderdaad vrij hard. Stinkt het hier? Dag na, schiet van Michiel. Maar wat? Ik heb niks gedaan. En hoe lang poets je zo in de ochtend? 2 minuten? Ah, heel goed. Waar is het dop? Oh. Ella? Ik heb geen dop. Maar je hebt het dop misschien. Waar? Celine dopt. Oh. Wat een pauwpauw. Oh! Hier is die dan! Oh! Had je hem daar gelegd? Nee, echt waar. Ik heb hem gevonden. Oké, ik ga nu even naar buiten, want het is tijd om te omkleden. Ja, ik ga de dochtertjes aankleden. Momenteel zijn de meisjes zich aan het omkleden. En ik vind wel, tot nu toe toch, dat alles heel goed verloopt. Dus laat zeker weten in de reacties hoe jullie vinden dat Celine en ik het doen. Ouders voor een dag, komt wel goed denk ik. Oh, daar zijn ze! Kijk eens, modeshow! Ah. Mooi. Maar de mooiste blijft toch Celine. Ah. Sorry. Dit is echt wel zo'n gezinsfoto. Familiefoto. Nee, ik wil even met jullie bespreken, wat is de dagplanning? We zullen met jou beginnen, waar jij naast mij zit. Wat wil je echt doen vandaag? Als je één ding mag kiezen. Naar mijn pony gaan. Naar uw pony gaan? Oké, dat moet wel lukken. Ja. Moet wel lukken. Wat wil jij doen vandaag? Ik? Ja. Oh, ik... misschien McDonald's eten? McDonald's eten? Oké, ja? Dus naar uw pony gaan, McDonald's eten en Anna, er komt iets met voetbal, denk ik. Ja. Naar de voetbal. Naar Bram gaan kijken. Nee. Naar Bram gaan kijken? Oh, jij wil niet naar de voetbal. Maar we kunnen dat misschien leuk oplossen dan. Ja. Want jullie zijn natuurlijk met 2, dus we moeten voor allebei iets leuks doen. En Trixie, wat wil jij doen vandaag? Misschien gaan wandelen, hè? Misschien gaan wandelen, hè? Ja, dat wil je wel doen. Oh, maar ze is nu al zo... Ja, als ik het woord zeg... Niet meer zeggen. Ja, misschien moeten we nu al gaan. Misschien ga ik het woord dan toch nog eens zeggen, want ik doe dat wel graag. Okay. Ja, kijk goed naar Trixie, hè. Trixie, gaan wandelen? Gaan wandelen! Gaan wandelen! Zo schattig! Gaan wandelen! Gaan wandelen! Ja, oké. Trixie is ready om te vertrekken. Gaan we wandelen, Trixie? Gaan we wandelen? Gaan we wandelen? Die is super blij. Gaan we wandelen, flinke meid? Ja. Maar is het voor jullie oké? Ja. Oké, voilà, Trixie krijgt haar bandje aan en ze is helemaal klaar om te vertrekken. En jullie zijn ook flink, de schoenen aan. Oh, goed. Alright, we zijn momenteel op wandel met de 2 meisjes en met Trixie. En alles verloopt nog altijd heel goed. Zijn jullie gelukkig? Ja. Oei, dat is wel niet heel overtuigend. Ja. Zijn jullie gelukkig? Ja. Ja, veel beter. Celine, ben jij nog gelukkig? Zeker! Oké, Michiel, ben jij nog gelukkig? Ja, dank u wel, Celine. Trixie, ben jij nog gelukkig? Luider! Oh, luider? Nog luider? Ja. Ja! Anna, wie staat er op je rug? Anna! Anna, doe het eens. Ja, we zien het. Anna, ongeveer, ja. Wat een dag. Moeten we tegelijk gaan? Ja, ik denk het wel. Ja. En dan huppelen. Ja. Wow. Oh, dat is lang geleden. Oh, die camera helemaal aan het shaken. Oei, ja, champignon. Champignon, oh, je hangt vast. Oh, 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 oh. Ja, we zijn weer los. We zijn weer vrij. Het leven van Trixie. Oh, Trixie, wil je de camera opeten? Natuurbeelden met Michiel. Wat kan natuur toch mooi zijn. Toch? Ja. Nog meer natuurbeelden met Michiel. We hebben een lieve heersbeestje gespot. Hé, hey, laat me niet alleen. 3, 2, 1. Oh, daar is Trixie. Trixie. Oh, hij is alleen. Ik dacht dat ze voor ons kwamen, Anna. Ze laten ons gewoon staan. Hey. Gaan we hier afsluiten. Bedankt om te kijken. En wij zien jullie in de volgende video, please. Wel een shout-out naar Anna, haar kousen, nee, naar haar semi-schoenen natuurlijk. En ze zijn veel, wat wil zeggen dat je ze al veel gedragen hebt. Good. En shout-out naar jouw shirt van semi, Ella. Ja, ook niet te vergeten. Oh-oh. Stinkt er iets? Ja. Wat is dat? Een bloem. Een bloem? Heb je een stinkbloem? Ja. Waar is die stinkbloem? Maar die zijn echt vies. Stinken die? Ja, dat geel. Ik dacht dat dat een scrunchie was. Wat, een scrunchie? Oh, er worden hier plannen gemaakt. Oh. Wil je met me trouwen? Ja, maar nu nog niet. We gaan naar huis, kinderen. Ik wil het niet bezig. Er is een wespenplaag. Oh. Er zijn hier echt superveel vliegen en al, is het? Michiel, ik wil op je rug. Ja, doe maar. Ah, al die beesten. Oh, mijn meester. Oh, wauw. Dat is ook worden. Wauw. Het is echt een leuke dag vandaag. Oh, Annatje. Anna, wil je erbij? Nee. Kan jullie allebei dragen? Oh, dit gaat fout. Spring hoog genoeg. Oh ja. Oh. Oké, goed man. Niet vallen, dat gaat een topdag. Sterke papa hoor. Wow. En shout-out naar Michiel. En het is bergop, hè? Ja, het is echt. Ja, amai, dat is wel zwaar. Je bent goed. Auw, een vinger in mijn mond. Ik ben blij, anders had ik je... Die was wel geprikt. Trixie, wat gebeurt hier allemaal? Ik heb een leuk idee. We doen verstoppertje. Oké. Ik ben hier niet. We zien het totaal niet. Trixie heeft je gevonden. Wie doet het ook altijd? Zo. En dan heb je dit. Satisfying. Rechts. Oh, blessure. Rechts. Lukt het nog? Ja, ben je? Ja, het gaat nog. Oh, pollenallergie. Wie heeft dat ook? Laat het weten in de reacties. Heb jij dat, Anna? Nee? Oké, sorry hoor. Anna heeft gewoon iets gevonden dat even lang is als haar. Oh, nice. Ik heb honger. Oh, Ella heeft honger. Oh, het gaat beginnen. Heb jij honger? Jij bent al stiekem aan het eten. Oh, jullie worden hier verwend. Niet normaal. Wat is Serena aan het doen? Aan het uitpakken. Lekkere hamburgers. Oh ja, alles op de grond. Hup pakken. Het kan niet op. Maar die zijn wel groot, hè? Ja, dus niet te veel van eten. Elk eentje en de rest van de zak die gaat bij Solly. Voilà. Oh. Zeg niet dat je zo vies vindt, hè? Wat is het volgende dat we gaan doen? Roxy. En voor de mensen die niet weten hoe of wat Roxy is. Wat is Roxy? Wie is Roxy? Mijn verzorgpony die in mijn weide staat. Oh, uw verzorgpony die in uw weide staat. Oké, ik ga geen vragen stellen. Het is een paard, een pony. We gaan erbij. Moeder-dochterknuffel moet ook gebeuren. Moeder-dochterknuffel. En vader-dochterknuffel. Oh, zo zie ik jou dus. Hallo. Dit is hoe ik naar jou kijk. Het beeld dat ik heb van jullie. Dit is mijn gezichtbeeld. Oh, damn, jullie zijn echt klein zo. Oh, er is knuffel. Oh, er is knuffel. Oh. Anna, kom erbij! Trixie, kom erbij! Hé, wat doe je in onze snoepenkast? Maar we mochten van mama. Je mocht van mama? Mama? Oké. Oh ja, direct uitdelen. Ja. Mama, papa, moet jij? Nee, dankjewel. Lief dat je het vraagt. Papa, kijk eens. Ja, ik ga kijken. Wow. Oh, onze zetels. Alsjeblieft. Oké, ze hebben iets gevonden. Ik kan erop zitten. Ja, jij kan erop zitten. Oh, oh, oh. Ik wil daar een keer. Alsof ik hier... Oh, rustig. Geen ruzie maken. Oh, oh. Gelieve onze zetels niet kapot te maken. Jullie zijn maar voor één dag onze dochters. Oh, ik zie mezelf. Oh. Maken jullie vaak ruzie? Ja. Ja? Ja. Eén iemand zegt ja, één iemand zegt nee. Ja, is het judo? Is het wedstrijd? Nee. Ja, mama is net op tijd. Wat? Het is ruzie. Het is ruzie. Goed gedaan. In de hoek. In de hoek. Blijven zitten en tot 2000 tellen. Voilà, begin maar. 2000 tellen later. Haha, ik heb echt mondmaskerlied-vibes als ik dit zie. Yeah. We gaan bij de pony, de verzorgpony van Ella. Dit is het hek. Oh, is het veilig? Terwijl Ella naar achter is om haar pony, wil ik een leuk beeld maken van jullie. In slow, dat jullie eigenlijk van ver komen door het lange gras naar hier. Wordt echt episch. Wie we hier hebben! Hoi. Roxy! Hoi, hoi! Hey Roxy, alles goed? Oh, cute. Ja, ik heb een mondmasker en ik zet het op. We doen het samen en dat is top. En natuurlijk bescherming, dat is het toch? Ja. Dat is een beetje als een hel. Ja. Tijdens het motorrijden of zo. Ja, ja, oké. Ga je vertrekken? Een tok! Een tok! Een TikTok! Ja, nee, gewoon een tok, zonder tik. Ja, ja. Oké, Roxy, veel succes en wees voorzichtig voor Ella. Hè? En Ella, jij ook voor Roxy, oké? Ja. Ze zijn weg, ze zijn weg. Ja, daar gaan ze. Kom op Ella! Woe! Hier is Ella! Ja, let's go Roxy! Hey. Is dat nu deel van ouder zijn? Ja, toch wel hè? Kijk hoe je dochter op haar paard zit. Ja. Oh, 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 oh. Ja, we zijn weg. Ella moet nog wat leren, denk ik. Ik ken er helemaal niks van. Ik ook niet. Oh, kijk eens. De liefde. Die pony heeft een keer op mijn teen gestaan. Op je teen gestaan? Had je dan een blauwe teen? Nee. Oh. Oh, de kippen. Dat is jouw familie. Oh, damn. Precies een kinderboerderij of zo. Anna, je hebt wel een goede band met die kip, toch? Oh my god. Ah ja, band. Hey, slim! Ik ben natuurlijk de man van de challenges, maar ook de straffen. En ik heb een challenge, Ella, tussen jou en mij. Ella, jij bent scheidsrechter, jij mag je handen open doen. Ella, jij gaat achter Ella staan, jij blijft zo staan. Oh. Wij lopen naar daar, wij tikken de haag. Ja? En als eerste het handtikt van Ella, die wint. De verliezer krijgt zijn straf. Oké. Een koude straf. Oeh. Oh, ze zijn vertrokken. Oh, ze gaan alle twee wel heel snel. Daar komt Michiel als eerste. Oh. En er is natuurlijk een straf. Nee. Oh. En de straf is... Oh, nee. Oh, nee. Nee. Oh my god. Je moet niet lachen, hè. Oh, de camera is vuil. Oh. Je vond het stiekem leuk, hè? Ja. We zijn terug thuis en Ella heeft daarnet haar challenge gehad. Nu ook een challenge voor jou. Pas op van Trixie, haar kaka. Als je de deklat raakt, krijg jij en jouw zus McDonald's straks. Oh, dat was de deklat. Oké, eerste poging. Jullie krijgen McDonald's. Oh. Goed gedaan. Toon is een trucje voor de video. Eén trucje. Toon is een trucje. Oh, oké. En nu binnentrappen. Mooi. Ik kan dat ook. Ja? Ja. Ondertussen zitten we in de auto onderweg naar de McDonald's. Hey! Hey, wat gaan jullie nemen? Frietjes met zo'n kippennuggets. Oh ja, chicken nuggets, dat is wel echt lekker hè. En Fanta. En Fanta, oh. We zijn aangekomen! Smullers. Hallo, twee Happy Meals alstublieft. Fanta en mayonaise voor allebei. Ja, merci. Voilà. Oh. Bestelling geplaatst. Oh, we hebben net ons eten gekregen en wow, die doos is echt super mooi. Pikachu. Wauw. Hier hebben jullie nog elk tomaten. Zo. Ondertussen zit Anna nu aan de andere kant. En in het midden hebben ze gewoon een tafeltje. Wauw. Oh, even drinken. Lekkere Fanta. Oh. Nu moet ik echt dubbel zo hard genieten van deze burger. Door jou. Ik hoor achter mij een discussie, want één iemand heeft de chicken nuggets van de andere opgegeten. Nee! Wie heeft ze opgegeten? Anna, heb je Ella haar chicken nuggets? Ja, ik zag ze vallen. Oh, ze zijn gevallen. En deze ochtend vroeg Anna ook om iets met voetbal te doen vandaag. En dat brengen we in orde, want Bram die heeft een wedstrijd met Olsa Brakel. Ik weet niet tegen wie, maar het is wel een wedstrijd van Bram. Ja. En we gaan nu gaan kijken naar Bram. Hey! We zijn aangekomen op de voetbal en we hebben nog een zusje. We zijn op de voetbal. Oh, het is net buitenspel. We zijn hier naar de wedstrijd aan het kijken, maar waar is Anna? Zijn we een dochter kwijt? Nee, Anna is naar het toilet. Ah, oké. Heeft dat tegen jou gezegd? Ja. Oké, dat is goed. Daar is ze, onze tweede dochter. Onze verloren dochter. Ik dacht dat je daar zit. Oh, onze communicatie kan misschien iets beter. Ja, misschien wel. Bra manieren. Het is hier zware zusterliefde tijdens de wedstrijd. Daar wordt gevoetbald. Oh. Je hebt net iets gemist. Heb jij net een kusje gegeven? Op de neus. Op de neus. Maar dat mag, hè? Dat mag zeker. Dat mag. Kijk. Oh, wat een liefde. Nee, je dit test le foot. Oh. Dus Bram die zo in die jong bleu. En dan zo die. En dan was het een gele kaart. Wow. En overuit. Hij heeft geel. Hij heeft geel gekregen. Wat? Heeft hij geel? Ja, ik heb het niet gezien. Hier is hij dan, de topper. Oh, dat was van die tackle hier, hè? Ja. Ik was net te laat om te filmen. Echt, maar het was wel bal. Die schoenen heeft Bram trouwens van ons gekregen. Ja, wij zijn echt goede mensen. Echt lieve. Eén speler ligt neer. Het is Bram. Daar. Ondertussen zitten wij terug in de auto. Bram die heeft supergoed gespeeld. Ja, goed gedaan. En hopelijk was hij blij dat we ook aanwezig waren. Denk het wel. Ik vond het leuk. Ja. Vonden jullie het leuk? Nee. Oh. Wij gaan naar de winkel. Oh. En jullie mogen allebei één ding kiezen. Oeh. Van de volledige winkel. Dus alles wat jullie willen, jullie mogen één ding kiezen. We zitten in de winkel en Anna en Ella zijn echt aan het kiezen wat ze willen. Heb je al... Oh, wauw. Dansje. Even tijd voor een dansje. Oeh. Oh my god, kan je dat? Oh ja, dat is echt vies. Dat zijn zo van die vieze snoepjes. Ja. Of je kan een goeie hebben, of echt een stinkende snoep. Hourakje doen. Oh ja, dat is wel een leuk idee. Ja. Dit is het spel, denk ik. Ja. Ja, dat is het spel dat je moet ronddraaien of lekker, oftewel is vies. Hopelijk heeft Giel een vieze snoep. Dat zou echt grappig zijn. Dat weet ik. Dat is oftewel tandpasta, oftewel blauwe bessen. Dat is oftewel stinkende sokken. Maar staat dat daar niet op? Ja, dat staat daarop. Ja, maar we gaan dat thuis allemaal bekijken. Oh, Ella is happy, denk ik. Ella, dit is wel babyspeelgoed, hè? Dat wil je toch niet? Dat is even voor Anna. No. Ik weet nog een plek waar dat er allemaal zijn spulletjes. Oké, Anna wil naar een andere plek, andere spulletjes. Jij? Oh, jij wil gewoon dansen, denk ik. Oh, we staan in een andere afdeling en hier liggen er poppets. Wat is dit? Krijt. Het is geen slijm, het is krijt. Oh, maar Ella blijft dansen. Wat is er aan de hand met Ella? Oeh, deze bal. Doe eens een trucje. Oh, een dansje. Een trucje, maar niet tegen die glazen, please. Oh. Ik zou je al staan. Oh, mooi hoor. Wauw. Een geboren basketter ben jij. Oh. Of danser. Deze eend is toch geweldig. Nee. Oh, er liggen hier allemaal floaties. En dat is wel handig voor jullie zwembad, toch? Ja. Oh, Ella. We hebben maar een klein zwembadje, hè. Maar ja, er kan wel een floatie in, hoor. Ella zit in een dilemma. Ofwel de flamingo, ofwel de unicorn, ofwel een eend. Wat zouden jullie kiezen? Ja, reageer het onder deze video. Oh ja, die is wel echt cool, hè? Oh, dans maar, danser. En Anna staat natuurlijk bij de voetbalartikelen. En Ella bleef maar dansen. Wat is dit toch? Ik weet wat Anna niks aan vinden. Echt? Ja. Oh, toon het. Oh, andere kant. Wat is dit? Een slipje. Ella is gek geworden. Oh, dit is Anna haar keuze. Allemaal supporterspullen voor de Rode Duivels. En natuurlijk willen ze ook snoepjes. Oh, welke snoepjes willen jullie? Geen chocot. Geen wat? Choco? Geen chocot. Oh, zoveel keuze. Ah, oh, lekkere lolly. Altijd aan het doen. Over naar de kassa, over naar de kassa. Oh, Ella, je moet naar de kassa. Oei, ze riepen je af. Doei. Ik ben net uit de winkel en oh, ik kan niet volgen. Ze lopen super snel. Niet botsen. Oh, damn. We zijn er. We spelen. Oh, no. Dus je hebt de vieze smaak en de lekkere smaak. Wat heb jij gegeten? Ze zijn echt actief. We zijn bijna thuis en Ella en Anna zijn aan het snoepen. Niet te veel, hè, want jullie moeten nog eten straks. Ik probeer rustig te kijken naar een belangrijke EK-wedstrijd. Maar Ella... Lekker. Oh, ja. Ella is mijn haar aan het doen. Komt het goed? Oh, oh. Ah, ja, prachtig. Auw. Oh, dat spant, man. Is dat eigenlijk haar in een staart? Ja. Zo trekken dat doet. Oh no, zo actief dat jullie zijn. Wacht. Het is avond. Nee, het is nog geen avond. Maar het begint avond te worden. Auw, oké. Ja, ik heb toch geen gevoelens hoor. Ondertussen is Anna haar stickers aan het plakken. Ja, hier is Trixie. Oh. Trixie, ga je meekijken naar de voetbal? Oh, zo cute dat je bent. Mijn hand smaakt precies. Ja, ik denk het ook, Trixie. Wauw, de tafel helemaal gedekt. Ziet er super lekker uit allemaal. En daar staat de keukenprinses. Hoi! Ja, hoi! Lekker bezig. Ja. Wauw, wat dacht je? Ik ben vandaag mama, ik ga lekker koken. Het moet goed zijn, hè? Maar dat is niet mooi van mij, want Celine die kookt ongeveer elke dag. Ja, toch? Eigenlijk ben je een beetje mijn mama ook op dat vlak. Een beetje. Een beetje. Oh, grote liefde hoor daar. Smakelijk te eten! Mijn bordje ziet er echt lekker uit. Oh, voor de mensen die nu kijken, die kijken... Een slag. Oké, iedereen die dit gezien heeft, die krijgt een slag. Ik zit helemaal vol. Oh, ja. De sfeer zit erin. Het is de fake boerwedstrijd. Ja. Dat is echt hè. Oh, als het echt is, dan moet je wel je hand voor je mond. Ze hebben wel flink gegeten. Ja, inderdaad. Ik ga jou gezichtje af. Helemaal leeg. Bord helemaal leeg, bord helemaal leeg en ik ben op bezig. Anna, was zit jij daar onder tafel te doen? Mijn been. Oh, wat gebeurt hier weer allemaal? Oh, Anna is oh. Chaos. Oh. Ja, ik denk dat we Anna kwijt zijn. Vangen we jou! Oh, wat is dat? Ah, oké, zo werkt dat hier. Kom eens kijken bij Celine nu. Ja. De sfeer zit er hier wel in, hè? Ja. Oei, waar is mijn... Ah, hier is mijn nee. Oh, no. Stouten. Ik heb een punt. Yes. Nee. Au, mama, help me toch. Au, oké, dankjewel. Nee. Hey. Oh, je hebt een kat. Ella, stop. Ik zou nog een strenge vader kunnen zijn. Hè? Ze zegt... Ze zou pipi doen. Eeuw! Ella is pipi aan het doen in haar broek. 5 minuten geleden zei ik, ze zijn rustiger aan het worden. Helemaal het tegenovergestelde. Is dat een kerfje? Ja, dat is een kerfje. Oh! Ella, heb je pipi gedaan in je broek? Een beetje. Een beetje, oh no. Heeft ze pipi gedaan op de grond? Dat is sowieso wel, hè? Ella, je hebt gewoon pipi gedaan op de grond. Dat is niet van mij. Jawel. Jij gaat wat opruimen binnen. Ik houd ze wel bezig. Succes. Dank u. Oh no. Ze zijn super actief. Mega actief. Ik ga flink zijn, dan ga ik winnen. Ja. Oké. Wat doen we ermee? Geef mij spaghetti. Oh, maar wat is er? Ella, is er iets dat jij niet mag eten waardoor jij super actief wordt? Ah ja, dat kan. Word je heel actief van frietjes? Precies, oh, maar Ella. Oh, no. Ella, dans maar. Dat je wat energie verliest. Ik heb net wat gevoetbald met Anna, maar ondertussen is het beginnen regenen, dus we zijn moeten stoppen. Omdat jij zo enthousiast bent, mag jij beginnen, Anna. Draai maar aan het rad. Oh, wat is het? Oh, chocoladepudding of hondeneten. Dat is een van de lekkere. Het stinkt hier niet normaal. Oké, Anna, proef maar. Nee, ik ga niet bijten. Ah, ruiken. Ja, ik ruik het al tot hier. Oh. Dat ruikt ook beter naar pudding. Ja, eigenlijk mag je niet ruiken, hè? Uh-oh. Chocola! Oh, een gelukzak. Oh. Maar je krijgt nog een ronde, want je mag niet ruiken eigenlijk. Ja. Oh. Eigenlijk heb je vals gespeeld. Oh, wat is het? Stinkende sokken of? Tutti frutti. Oh. Oh, tutti frutti is wel lekker. Anna, nu mag je gewoon één nemen en in je mond steken, zoals het spel hoort. Ine mine met, mag dat? Oh no, ja dat mag wel, zolang je niet ruikt. Oh, nu ben ik wel benieuwd. Stinkende sokken. Oh no, stinkende sokken en Anna haar mond. Oh oh, oh oh. De volgende in de rij is Soleil. Oh nee. Dode vis of een bananasmoothie? Gewoon nemen en eten. Een dode vis of banaan? Is het banaan? Ja. Oh, wat een gelukzak. Oh, dank u. Wat een gelukzak. Damn. Check ze gelukkig zijn. Ella, haar beurt. Oh, wat is het? Ella heeft dus kokosnoot ofwel bedorven melk. Dus ook geen kokosnoot? Nee. Oei, en ook geen zure melk? Dat wel zeker niet. Oh, oké, proef maar die snoepje. Wacht, ik ga wel eens doen. Je hebt nog niet geroken? Zekerheid. Oh. Waarom hou je je neus dicht? Is het lekker of vies? Ah. Oh, 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 oh. No! Eeuw. Ze gaat thuis spuwen. Mijn beurt? Ja. Oh, en het is... Zijn dat die zwarte? Geboterde popcorn of een rot ei? Ah! Een rot ei, dat stinkt, hè? Dit zijn ze dan. Dit was echt vies. Oh, oh. Voor welke haaien? Ella waarschuwt mij altijd echt vies zijn. Oh. Ik had dus echt nee, dat was die hand hetzelfde. Mijn gevoel zegt links, ik weet niet waarom. Oké, eet maar. Oh, oh. Oh, ik ben echt benieuwd. Een rot ei. Dat gaat echt vies zijn als dat. Popcorn. Oh, ik ga gewoon echt een bit, hè? Oh, oh. Ik voel dat er op is. Nee, popcorn. Popcorn. Nee. Oh! Nee! Alhoewel? Nee, is niet waar. Ja. Er moet ook nog een beetje schoolwerk gedaan worden. Ja, en dat wordt nu gedaan. En Celine en Trixie gaan Anna en Ella helpen. Ja, klopt. Veel succes. Dankjewel. En ik ga kijken naar het EK. Yay. Les Frans met juffrouw Celine. Is het opvraging? Ja. Oké, veel succes meisjes. Een assiette, een bord, een slager, een boucher, een stronk witloof, een chicon, een couteau, een mes, une fois, één keer. Ja! Hey, witloof wist ik wel echt niet. 1 hour later. Ondertussen is het tijd geworden om te slapen. Het is bijna helemaal donker geworden. Vonden jullie het een leuke dag? Ja. Yeah. Slaap zacht. Jullie zijn super flink geweest. Ja, heel flink. En ik zou zeggen, er is geen winnaar in de flinke challenge. Jullie zijn allebei even braaf geweest. Ja. Maar wie is er de leukste ouder? Wie is er de leukste ouder? Zeg het maar. Allebei. Allebei? Ah. Oké, dat is mooi. We zijn geslaagd. Iets meer Michiel. Slaap wel! Slaap wel! Zit erop! Met het zit erop. Het is wel goed gelukt. Je hebt dat goed gedaan. Je hebt dat ook super goed gedaan. Oh. Vond je het leuk? Heel leuk, ja, echt top. Zouden we goede ouders zijn? Ja, ik vond het super leuk. Ik denk het wel. Ja, sowieso. Zouden we dat goed doen? Ja, toch? Komt goed, hè. Vinden jullie dat wij goede ouders zijn? Ik ben ook supermoe. Ja, laat het weten in de reacties. Ja. Zijn wij goede ouders? Ja of nee? En bij hoeveel likes komt er in deel 2? 15.000? 15.000 likes. Doen we het nog eens met een tweeling. Dat was ook wel uniek. Ja, heel leuk. Ouders voor een dag met een tweeling. Dus ja, laat het weten in de reacties. Yes. Willen jullie in deel 2? Ja of nee? Ik ben supermoe. Deze video zit erop. Onze dag zit erop. Bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie het ook superleuk. Anna en Ella, slaap wel! Vergeet zeker niet te liken en te abonneren en wij zien jullie in de volgende video. Peace! Oh, ze zeggen zelf peace.